FC Emmen kent dit seizoen veel nieuwe spelers en een compleet nieuwe technische staf. In de rubriek Even voorstellen maakt u de komende weken nader kennis met al deze spelers en trainers. Vandaag in Even voorstellen. Danny Bouws. 21 jaar. VV Emmen en FC Emmen in de jeugd. Eerst een voetbalherinnering. Dat is denk ik toen mijn broer is 3-4 jaar ouder dan ik. Dus die mocht voor het eerst trainen. En toen vond ik ook, was ik stiekem wel jaloers op. Dus toen ging ik daar kijken. En eigenlijk wou ik ook gelijk al op voetbal. Maar ja, het is toch een bepaald leeftijd dat je op voetbal mag. Dus je moest nog een aantal jaren wachten. Dus op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste bal. En toen was ik gelijk verliefd, zeg maar, om het even zo te noemen. En toen ik een jaar of 5-6 was, mocht ik dan ook eindelijk beginnen met trainen. En ik vond trainen eigenlijk gelijk al leuk. Dus dat was eigenlijk mijn eerste hoe ik met voetbal in aanraking kwam, zeg maar. Soms kwam ik nog eerder op school, was 8:30 moest je beginnen met les. Was ik bijvoorbeeld al om 8:00 op school om gewoon nog even te voetballen met een aantal vrienden. Ja. En na schooltijd soms nog even wat langer blijven. Want partijtjes, dat was vroeger altijd op de basisschool heel leuk, ja. Dat denk ik toch wel mijn ouders. Die zijn, als ze kunnen, zijn ze er elke wedstrijd, of het nou ergens bij Amsterdam is of gewoon dicht in de buurt, ze zijn er eigenlijk altijd wel, of ze proberen tijd vrij te maken. Vroeger brachten ze me altijd weg, haalden ze me altijd op, dus eigenlijk zijn die wel heel belangrijk geweest. Nico Haak, dat was mijn eerste jaar bij FCM en die heeft me naar FCM gehaald. Bij de voetbalschool heb ik die hier altijd gehad, dus toen ik in de D's kwam had ik die ook als trainer. En ik denk dat ik dat jaar wel heel erg beter ben. Persoonlijk ben gaan groeien, zeg maar, onder hem. Ja. En toen ik tweedejaars C's was, heb ik hem ook nog een keer gehad, ook nog bij FC Emmen. En vorig seizoen natuurlijk bij de VV Emmen. Dus dat is wel een trainer die belangrijk voor mij is geweest. Nou ja, je traint natuurlijk eigenlijk gewoon naast het stadion, dus eigenlijk keek je er altijd wel naar op. En eigenlijk toen ik bij FC Emmen ging voetballen, toen kreeg je natuurlijk seizoenskaart en dat soort dingen. Dus toen ging je eigenlijk wel vaker heen. Maar toen ik ook niet meer bij FC Emmen voetbalde, toen ging ik eigenlijk ook nog elke thuiswedstrijd ging ik er eigenlijk wel kijken. Mijn vader was altijd sponsor hier, is nog steeds. Dus die had ook een seizoenskaart, dus gingen we altijd samen kijken. Ze waren nog tijden, geloof ik, toen werden ze tweede, geloof ik. Het hele stadion zat nog vol. Ik kan me best herinneren, tegen ADO Den Haag was het hele uitvak vol. Toen hing er echt nog een leuke sfeer, zeg maar, hier. En die tijden moeten eigenlijk wel weer herleven, vind ik. Toen was ik eigenlijk nog aanvaller. Okay. Dus toen zat ik meer naar echt de mensen die goals maken te kijken en minder naar verdedigen. Want ik was eigenlijk tot aan de C's, B's, was ik eigenlijk nog aanvaller, stond ik in de spits. Dus toen was ik nog niet echt met verdedigers bezig, nee. Okay. Nee. Nou, ik kom natuurlijk vanuit de eerste klasse. Dus het is me gewoon nog nu zaak om naar het niveau toe te groeien. Want dat is nog wel een degelijk verschil, dat heb ik ook gemerkt de eerste weken. Ik merk nu ook steeds dat het beter gaat. Dus mijn persoonlijke doel is nu gewoon, zeg maar, om elke week stapjes te maken en om beter te worden. En ik zit nu steeds bij de selectie, dus dat vind ik eigenlijk al mooi meegenomen. Maar uiteindelijk wil je toch minuten maken. Dus mijn doel is om dit seizoen gewoon mijn debuut te maken. En dan verder hoef ik eigenlijk nog niet te denken, vind ik zelf. Ik had het eigenlijk al niet meer verwacht dat ik nog deze kans zou krijgen. Maar gelukkig werd mij deze aangeboden en ik probeer met twee handen deze kans te grijpen. En ik doe elke dag stinkend mijn best. En het is niks moois. Elke ochtend hier lekker trainen. Vrijdag wedstrijdje. En wat ik zeg, nu nog debuut. Dat is het doel voor dit seizoen. De eerste twee wedstrijden, dan was iedereen euforisch natuurlijk. Begon je al over periodes te praten en dat soort dingen. En nu heb je 3 wedstrijden verloren en is het opeens helemaal niks meer. Ja, het is lastig om... De laatste 3 wedstrijden hebben we natuurlijk niet goed gespeeld. Maar in de eerste 2 wedstrijden zie je gewoon dat we goed kunnen voetballen. In de voorbereiding hebben we ook een aantal goede wedstrijden op mat gelegd. Was tegen de Graafschap hebben we een goede partij kunnen bieden, vond ik zelf. Tegen Almere hebben we een goede eerste helft gespeeld. Dus ja, ik denk dat het lastig is. Maar ik denk dat gewoon de plek bij de eerste 7, dat moet gewoon realistisch zijn voor ons. En daar moeten we ook naar streven, vind ik.